Recreatieondernemer Henk van Koeveringen trekt zich terug als medefinancier van het nieuwe ziekenhuis tussen Vlissingen en Middelburg. Van Koeveringen zegt dat hij de financiële controle wil hebben over het geld dat gemoeid is bij de bouw. En die zekerheid kon hij niet krijgen van het Admiraal de Ruyter ziekenhuis. Daarom heeft hij de samenwerking beëindigd. Van Koeveringen en het ADHZ blijven de samenwerking in de Victoria Kliniek in Zierikzee wel doorzetten. De Lange Jan in Middelburg krijgt vandaag zijn wijzers terug. En dat is 2 weken eerder dan gepland. De wijzers zijn opgeknapt en daarna wordt ook de nieuwe LED-verlichting rond de cijfertekens en de wijzers aangebracht. Het terughangen van de wijzers van de Lange Jan duurt de hele dag. De Zeeuwse ruiter Hans-Peter Minderhout komt vandaag in actie op het internationale dressuurtoernooi in Rotterdam. De wedstrijd dient voor Minderhout als meetmoment voor de Olympische Spelen. De bondscoach beslist naar aanleiding van de prestaties welke ruiters meegaan naar de Spelen in Londen. Die beginnen op 27 juli. Heeft u tips? Bel ons of mail.